vaak associeer ik met heerlijkheid, de heer. Ik denk aan een heer, aan iemand die eigenaar is van een landgoed. En heerlijk zicht associeer ik daarom ook met dat je over landgoederen rijdt en door het landschap van de heer. Het maakproces heeft letterlijk heel wat voeten in de aarde gehad. Ik had bedacht om zonnebloemen op de verborgen graven te gaan planten. En ik dacht in eerste instantie, ik zet gewoon een zonnebloem, koop een zonnebloem in een potje en die zet ik gewoon in de aarde. Nou, dat kon echt helemaal niet, want dat ging het allemaal helemaal niet doen. Dus dan moest gezaaid worden. En dan denk je, ach, ik zaai wat zonnebloemen, maar zo makkelijk gaat dat ook niet. Want dan heb je om te beginnen allemaal natuurlijke vijanden, namelijk vogels die de zaden opeten. Of je hebt konijnen die de jonge planten op willen eten. Of nou ja, weet ik wat je allemaal niet kan verzinnen. Dus het is een proces waarbij ik met allemaal krachten in de natuur te maken heb. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Ik moet het laten gaan. Als ik het in één woord zou moeten omschrijven, zou ik zeggen, het is een verborgen geschiedenis van die pijn.